Drie personen hebben in het weekend het leven gelaten in het verkeer. De twee 17-jarige fietsers, Ashitos Algu en Clemen Dielingen, hebben in de vroege ochtend van zondag 29 mei na te zijn aangereden door een personenauto aan de Oost-Westverbinding ter hoogte van kilometer 23 het leven gelaten. Nadat de jongens van achteren werden onderschept, zijn zij door de slag enkele meters verder op het wegdek van de brug geslingerd. De automobilist verkeerde onder invloed van alcohol en reed vermoedelijk met een hoge snelheid. De 43-jarige autobestuurder Gregory Renvrum is in de ochtend van vrijdag 27 mei na een eenzijdige verkeersongeval aan de Abdul Ghani Madarweg in het district Nikeri komen te overlijden. In een S-bocht moet Gregory door tot nog toe onbekende reden de controle over zijn auto hebben verloren. Het voertuig belandde met zijn kop in de langs de weg lopende trends. Met deze verkeersongevallen zijn er reeds 30 verkeersslachtoffers voor het jaar 2022.